Dit is woonzorgcentrum Bornholm en Eikenhoven. Het ligt in de wijk Bornholm. Het woonzorgcentrum is, net als de iets later gerealiseerde wijk, vernoemd naar de boerderij Bornholm aan de IJweg. De Amstelringlocatie in Hoofddorp opende in 1975 haar deuren. Het gebouw is ontworpen als dependance van het Haarlemse ziekenhuis de Maria Stichting. Toen bleek dat er geen dependance meer nodig was, werd besloten dat het een verpleeghuis zou worden. Mede vanwege de woningnood kreeg Bornholm ook de functie van verzorgingshuis. Vandaag de dag blijven ouderen langer thuis wonen en krijgen daar hun zorg. Pas als thuiswonen echt niet langer gaat, komt het verpleeghuis in zicht. Grootschaligheid heeft plaatsgemaakt voor kleinschaligheid. Mensen wonen in kleine woongroepen waarin ze samen zo thuis als mogelijk leven. Op dit moment wonen ongeveer 175 cliënten in Bornholm en Eikenhoven. Dit zijn mensen met ouderdomsklachten, een chronische ziekte, dementie of de ziekte van Parkinson. Ook komen dagelijks mensen naar het woonzorgcentrum voor dagbesteding. En kunnen mensen revalideren bij Bornholm en Eikenhoven. Bij Bornholm en Eikenhoven geven 265 zorgprofessionals en ondersteuners liefdevolle zorg aan cliënten. Het huidige gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen van vandaag en morgen. Ook is groot onderhoud aan het gebouw noodzakelijk. Daarom is besloten tot de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en een herinrichting van het hele terrein. We willen een nieuw woonzorgcentrum op het terrein bouwen als deel van een inclusieve wijk. Daarnaast is het plan om tussen de 200 en 350 nieuwe levensloopbestendige en reguliere woningen en voorzieningen op het terrein te bouwen voor allerlei verschillende soorten mensen, van jong tot oud. Een buurt die mensen verbindt. De planvorming voor de herontwikkeling van het terrein Bornholm en Eikenhoven gebeurt in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. En we doorlopen de procedures die daarvoor nodig zijn. Half februari verwachten we de plannen meer in detail te kunnen presenteren. Ook werkt Amstelring samen met de gemeente, woningcorporatie IJmeren en de wijkraad in een gebiedscoalitie om samen met buurtbewoners de wijk Bornholm te verbeteren. In 2028 kan er een mooi nieuw stukje Bornholm staan. Met een woonzorgcentrum, woningen en faciliteiten in verbinding met de buurt. Familieleden en buurtbewoners zijn betrokken bij het centrum. Niet alleen als vrijwilliger, maar misschien ook wel als collega of als buurman of buurvrouw die koffie komt drinken, komt sporten, met de kinderen naar de kinderboerderij gaat of een bezoek brengt aan de kapper of de huisarts. Droomt u met ons mee? Zullen we op deze mooie plannen samen het glas heffen? Proost. Proost. Op de goede afloop.